What did you done? Ik heb ook trouwens mij giga vergist. Deze kaart, ik had gezegd dat ik die had gekregen van een moderatrice. Nee, ik was even in de war. Ja, lieve vrienden, een hele goede middag. Ja, het is al reeds, misschien 1 december. Ja. En we leven om 14:34, dus net 4 minuten over 2:30. Ja, en ik ben niet opgemaakt, dat heeft een reden. Ja, ik wou mijn haar weer even gaan doen. En dan wil ik me morgen weer gaan wassen, et cetera. Ik was me trouwens iedere dag hoor, dat wel, maar... Dan wil ik me echt goed wassen. Ja, ik was mijn iedere dag, maar dan even, ja, lekker. Even mezelf verwennen. Maar ik wil nou ook mijn haar weer even bijkleuren. En dan ben ik niet eerder toegekomen vandaag, om de dood eenvoudige reden. Dat, de hondjes zijn al uit geweest, ze moeten nu weer, want ze willen nou weer graag eruit. En ik heb bezoek gehad. Dan kom je er niet aan toe, nee. Maar ja, in ieder geval, dat is weer geweest. Ik ga me zo meteen weer klaarmaken voor de dieren eruit te laten. Ook wel er weer 2 erin, want ik heb er 2 buiten. Maar ja, dan moet je er door kunnen. Hé, Elwing. Even naar de kant. Gaan we even die andere dame en heer binnenhalen. Want die is er eentje zat te rappen. Waarom? Dat waren de 2 dezelfde kleuren die binnen wouden. Hup, die springt daar gelijk bovenop, hè? Ja, nou, dan gaan we jullie lekker eerst even uitlaten, hè, dames. Hé, Rijka. Hé, meisje. Ook nog even gespeeld, hè? Ja. Oh ja, man. Oh. What is it done? Kandalfie. Ja, man. Nou. Hé? Ja. Kijk, en die kleine, die mag graag overal in bijten. Ook in oren en alles. Ik vind dat gewoon, ja. Maar voor de rest gaat het hier allemaal goed. Hé? Ja. Of niet dan, Elwing? Ja, hé. Ja, hé, meisje. Gaat goed, hè? Hé. Gaat goed, hè, kind? Ja. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Doe het met een lach. Ik kom straks weer een toer. Als ik het kleurtje in mijn haar heb, dan zal ik wel weer even komen. Ik ga nu eerst even met de hoefwaffies uit. Hallo. Ja, ik zat er eentje tegen me toe aan te duwen. Maar... En die maakt een sjoelbak van de mand. Die sjoel een stuk verder. Maar oké, ik voel ook dat ik mijn lippen even moet met balsen moet insmeren. Maar ja, dat komt ook zo. Doe ik dat eerst zo meteen. En daarna spullen klaarmaken en dan ga ik met slopen. En dan kom ik weer terug en dan bak ik koffie en dan naar boven toe en dan mijn haartjes doen, beneden komen, moet toch even het water trekken en dan kan ik koffie drinken. Ja toch? Ja. Ik zou zeggen tot straks. Doei! Ja, ik heb het kleurtje in mijn haren. Ja, ik had enkel nog zelf een klein beetje paars. Dus dat heb ik er maar weer ingedaan. Wordt het toch weer wat donkerder. Want het andere was lavendel. En nou moet het intrekken.
En de dames die bleven dus alleen nog even beneden. En ik kwam weer beneden en toen keek Elvink zo raar naar me van wat is dit, wat heeft ze, wat zie je er vreemd uit. En later ging ik ze helemaal zitten en ze keek zo lief zo en toen roep ik me nooit bij. Ze weer met, oh ze heeft zo'n lieve kopje, oké. En ze is ook zo mooi hè. Maar ja, we vergeten Rijk ook niet, dat is ook een mooi hondje. Hé Elvink? Elvink? Rijk ook mooi hè? Elving een mooi hondje, maar ook Rijka een mooi hondje. Ja, ik was een heel ander soort hondje. Ja. Hé? Hier, een stukje karton. Een stukje karton. Mooi niet. Ja. Lekker ding. Nou, ze kan wel lief zijn. He? Ook al is ze zo nu en dan ondeugend, ze kan ook heel erg lief zijn. Ja toch? En ik heb de koppie moeten wassen. Ja, want er stond een uur in de wind na hondenpies. Ja, hoezo kun je dan vragen, wat dan nou weer? Nou ja, ik was met ze aan het wandelen. En wat denk je? Rijka, Elving, die plast bij een lantaarnpaal. Op een mannetjesmanier. Ik oké. Wat doet Rijka? Die duikt eronder. Ja, toen kreeg ze lading ook over haar hoofd. Gadverdarrie. Maar ja, wat doet ze? Ze ging niet de lijn volgen. Normaal volgt ze altijd de lijn. Nee hoor. Deze keer dus niet. Zat ze helemaal om die lantaarnpaal heen, ja. En ik ga echt niet achter haar aan natuurlijk. Nee, zij moet de lijn volgen. Dus dan loopt ze me terug, simpel. Maar ja, in ieder geval had ze me niet onder Elving er moeten gaan staan. Dan had, het er ook, had ze ook niet om die lantaarnpaal heen gekomen. Maar ja, in ieder geval, ik heb er eventjes met een schoon doekje en eventjes water en een klein beetje zeep dat het even die geur weg is. Ik heb de kopje even gewassen, zoveel haar zit er toch niet op. Even weer afgespoeld en afgedroogd en klaar. Ja, dan ruikt ze ook weer lekker. Ja toch? Die geur, het is gewoon weer schoon. Ja. Maar in ieder geval, ik moest er ook wel om lachen. Ja, komisch gezicht toch. Dom beestje. Maar ja, oké. Gedane zaken nemen geen keer en ze is weer schoon, ze is weer opgelost. Dus ja, moest wel lachen ook. Maar oké, ik hoop dat ik ook van de week nog, ik zal van de week ook nog eventjes die thuisrenteren bellen. Kijken of die kaarsjes al er binnen zijn, want dan kan ik die ook op gaan halen. Dan wil ik toch ook een doosje van hebben. En ik had, maar ik weet niet wat ik ze gelaten heb. Ik heb ze niet gevonden. Zo dom, net op mijn piekje. Van mijn boom kan ik nergens vinden. Het sleetje van mijn hertje kan ik nergens vinden. Het is heel, maar waar het in verstopt zit. Ja, het zit ergens tussen, weet je. Maar dan kun je wel blijven zoeken, jeetje. Ja, en dan kun je daar gaan. En als je de boel onder jou weer opruimt, na 6 januari, dan kom je er tegen. Want dan moet je het opnieuw inpakken hier en daar. Want het ligt een beetje bloot allemaal, nou ja. En in ieder geval wat ik nu ga doen, dat is eventjes voor de pc duiken en ik ga even een vlog in elkaar zien te zetten en hopelijk 2, maar dat weet ik niet zeker. Nee, ik moet er ook allemaal liggen, want ik versta van de pijn in mijn rug. Ja. En Tito. Dag. Maar in ieder geval, we zien wel hoe ver ik kom als ik sowieso maar 1 vlog heb gedaan, dan is dat goed. Ja, ik loop wel achter, maar dan is het toch goed dat ik dat weer wel sowieso 1 heb gedaan. En ik heb er net eventjes een plaatje schoongemaakt. Een hele grote fles bier. Met een heel klein vrouwtje als sexy politieagentje erbij. Nou ja, dat wordt weer een verjaardagscadeau plaatje voor een man of zo, weet je. Altijd leuk, altijd meegenomen toch? Ja. Of ik maak er nog een kerstplaatje van, dat ik haar kleding
Ja, rood maken of zo, dat ken ik allemaal. Dus, of ik maak er allerlei kleuren van, dat gaat toven met de kleuren. Ja hoor, ik ken er allemaal, maar dat zie ik nog wel. Maar oké, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Doe het met een lach, doe ik ook. Blijf altijd vrolijk. Tenminste, probeer ik, laat ik het zo zeggen. Ja, het lukt me ook wel eens niet hoor. Ja, dan ben ik een beetje verdrietig of wat dan ook. Maar ja, dat heb je. Dat is het leven. Verdrietig zijn, vrolijk zijn en dan verdrietig zijn. Leg er maar net uit. Wat er allemaal gebeurt, of je bent eens een keer ziek, dan ben je ook verdrietig. Ja, dan ben je er ook niet vrolijk onder. Want ik, ook een maatje van mij, ik ken hem niet persoonlijk. Ja, ik heb hem, hoe moet ik dat uitleggen? Ik heb het al eens een keer gehad over de live game Second Life. Daar heb ik hem in ontmoet. Maar niet in real life. En dat is, toen leefde mijn mannetje ook nog. Die kent hem ook nog wel. Ook is mijn mannetje en ik zelf zijn wij DJ, internet DJ geweest bij een internetradio. Dat was toen van mijn zoon. Radio Zonneschijn. Nou, dat is kapot gegaan, et cetera. Dus het was altijd DJ Jack en DJ Katja. Dat was mijn naam. Na mijn jongste dochter. En hij kwam dus ook in Second Life. Daar heb ik ook dat tegeltje van gekregen met Eowyn erop en die mooie kaart heb ik gekregen. Nou, die man die heeft helaas corona. Hij is wel thuis. Hij heeft het heel erg benauwd. Hij heeft de medicijnen voor, dus ja, lieve Meindert, oftewel Menro van Second Life, maar ik zeg Meindert, van harte beterschap vanaf mijn kant. Ik hoop dat jij mag opknappen en dat, ja, dat het niet erger wordt of wat dan ook. Gebruik je medicijnen, luister goed naar de arts, doe wat er voorgeschreven is. Maar probeer ook te doen wat ik gisteravond via WhatsApp stuurde. Want dat is goed voor je longen. En dus, überhaupt wat je ook markeert, het is goed voor je longen om dat even te kunnen doen. Dus ja, probeer het uit. Nee, niet geschoten is altijd niet, zeg ik altijd. Ja toch? Nou, liever, ook voor jou dus nogmaals een harte beterschap gewenst. En stuur die corona het land maar uit. Ja. Zo dan, halleluja. Worldwide. Huppelpup. Dat is echt me niet. Want ik maak een reclame en dat mag niet. Nee. Ik word ook niet betaald. Nee. Maar oké, die staat weer voor mijn neus. Daarom wordt het dan gelijk nog donkerder, want het is een donkere auto. Ja. Maar oké, ik kan er ook niks aan doen dat die voor mijn neus staat, nee. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, ik zou een hele fijne, liefdevolle namiddag geweest. En voor straks natuurlijk smakelijk eten, bon appetit. En ik kom nog wel even vanavond weer retour. Met wat meer licht dan desnoods in de keuken even zitten. We zien wel. Ik heb wel een statief met een grote lamp op, maar dan moet je dat weer helemaal klaarzetten. Nou, daar heb ik momenteel ook niet zoveel zin in. Dus tot later. Doei! Er zijn er twee aan het spelen. Maar ja, nou moet je eigenlijk het licht weer aan hebben, vind ik. Ik kom zo weer retour. Dan ziet het allemaal beter.
wat jullie doen. Lekker stoeien. Lekker stoeien, meisjes. Ja, lieve vrienden, ik heb ook trouwens mij giga vergist. Deze kaart, ik had gezegd dat ik die had gekregen van de moderatrice. Nee, ik was even in de war. Die heb ik van een hele goede lieftallige vriendin, ook van Facebook, en die ook in de 50 plus zit. Ja, en die wel van de moderatrice. Ik had er hangt wat overheen, maar dat maakt niet uit nu. Maar ik kreeg weer een kaart, zal ik jullie vertellen. Ja. Even pakken. En nou is die overbelicht, dus ik moet het licht weer uitdoen. Dus even monumento. En dat is die kaart. Die daar nou voor jullie staat. Ik zal hem neerleggen. Telefoon even aan de kant. Ja, hele mooie kerstkaart. Dit is mijn eerste kerstkaart trouwens. Nou, hallo Corina. Het jaar is weer bijna voorbij. Het was een jaar met ups, maar veel downs. Vervelend van ons. En wat het nieuwe jaar mag brengen, is afwachten. Te hopen dat dit coronatijdperk in banden kan worden gelegd en we weer een normaal leven in 2021 tegemoet kunnen zien. Maar voor nu wens ik je toch nog fijne feestdagen, zus. Maak er wat van knuffels voor de hondjes. Ze vergeet het poesenbeestje, maar dat maakt niet uit. En dat is van mijn heksenzusje. Ja, mijn heksenzusje Ria Talens. Dat lieve schat, van haar hartstikke bedankt. Ja. Ik moet hier weer even kijken, want we zitten met z'n tweeën op de mand, in de mand. Oh. Jullie zijn allebei. Oh, die heeft gelijk dorst. Ja. Maar oké, dus jullie weten het. Die grote kaart heb ik van Gea, dat is een moderatrice. Die hartjes is van een vriendin van Ineke. En ja, op Facebook heet ze Ineke. En dan deze van Ria Talens. Oh ja, ik weet niet of ik haar naam goed uitspreek, maar daar kan ik ook niks aan doen. Want ja, het typen is toch heel wat anders dan. Ik weet niet of jullie dat zo zien. Ja, dus. Maar in ieder geval, lieve vrienden. Ik heb ook mijn haartjes gewassen en gedaan. Er zit schuimverstevering in. En het is nou dat het drogen moet. En ja, ik moet ook nog naar buiten met de hoefies. En vanavond komt Sandra Urban. En vanavond is de televisie leuk op RTL 8, ja. Dus het wordt weer een hele mooie avond en gezellig. Ja, dus ik zou zeggen, lieve vrienden, smakelijk eten als jullie nog eten moeten. Ik ga denk ik aan de patat, maar ik ga eerst de woofie show uitlaten. En voor vanavond een hele fijne, liefdevolle avond gewenst. En voor na die tijd natuurlijk wel trusten. Slaap lekker. En tot aan de andere kant vannacht zou ik zo zeggen. En hou je taai, hou je goed, weer gezond opstaan, et cetera. Komt altijd alles weer goed. Ja toch? Ik zou zeggen tot dan. Doei.